Rotterdam gaat handhavers van stadsbeheer extra opsporingsbevoegdheden geven om overlast op straat aan te pakken. Ook komen er extra BOA's bij. Nu zijn er 45 bijzondere opsporingsambtenaren die bekeuringen kunnen uitschrijven voor bijvoorbeeld alcoholgebruik en overlast op straat door rondhangen. Daar komen 80 collega's bij die dat ook mogen. Ja, dit is de vierde stap op rij. We hebben de BOA's voorzien van bodycams voor hun veiligheid en voor bewijsvoering. Ze gaan vaker de briefing met de politie doen. Ze mogen de bekeuringen straks pinnen bij de burger. En de vierde stap nu is dat ze veel meer bevoegdheden zullen hebben, 80 in aantal, die daardoor beter kunnen optreden in de wijken. Hou rekening mee, hè. Het is bijna 400 euro. Ja, de politie is hier positief over. Die heeft met de burgemeester en het Openbaar Ministerie gezegd, we willen dit in Rotterdam toepassen. De politie zal zeker daardoor nog meer ruimte kunnen vinden op zijn eigen taken, maar dat is niet het belangrijkste. Wel blijft er volgens wethouder Wijbinga een verschil tussen agenten en de BOA's van stadsbeheer. Wat niet zal gebeuren is dat we de stap naar geweldsmiddelen maken, want geweldsmiddelen die willen we bij de politie houden. Deze BOA's krijgen mogelijkheden om vaker boetes uit te schrijven, bekeuringen op te leggen. Wat betekent dat voor hun veiligheid? Nou, hun veiligheid wordt met de bodycams, merken we in de praktijk, heel goed ondersteund. Het tweede is dat we in de briefing met de politie natuurlijk ook wel weten van elkaar waar we zijn en wat we doen. En de politie is echt dan de grote broer of de sterke arm die ons helpt.